Hallo allemaal, vandaag gaan we een soort creepy story spelen. En helemaal aan het begin van het spel kreeg je een warning dat het nogal eng is. Met jumpscares, loud noises en zo. En dit leek mij heel leuk om te spelen, ook vanwege deze warning. En ik heb net één spel gespeeld. En ik wil jullie graag laten zien hoe dat is. Dit is een walkthrough als het ware. En als jullie vastlopen, dan weten jullie ook hoe dit moet. Dus dat is wel heel mooi, denk ik. Want ik kwam er de eerste keer niet helemaal uit. En ik laat jullie ook zien hoe je een badge moet krijgen die een beetje hidden is. Dus ik denk wel dat dit een leuke video gaat worden. Oké. Het muziek wat nu speelt is, vind ik heel irritant. Het is working on my nerves. Oké, press Q to look. Oh, zo. Oké, dan krijg je hier die curve weer. Oké, we gaan laden. Ja, dit is echt super eng eigenlijk. Ik speel heel veel horror spels, maar hier schrok ik ook van. Dus ook een warning van mij. Jumpscares vooral ook. Oké. First night duty. I hope there will be some bias. I didn't get enough sleep. Oké. I wonder what happened to Nobu. He usually works at night. Oh, die werkte hier voor mij. Oké. Clean the store. Om hier op te komen moet je gewoon op Q drukken. Als je met de PC's doet. Of met laptop of zo. Ik doe het nu achter zo'n PC. Dat vind ik heel fijn spelen. Oké. Test was dat ik de winkel moest schoonmaken. Ja, dit is wel heel smerig. Zo. Vraag me af waar het daarvan komt. Ik heb geen idee waarvan. Van bier en cola zeker. Maar... zien. En er was ook nog hier ergens heen. Even zoeken. Dat was de deur. Dit is de wc. Ik raad aan om deze open te houden. Want dit heb je later nodig. Zien. Hier is het nog vies. Zo. Take out the trash. Oké. Oh, en ik zou deze deur ook voornamelijk veel dicht houden. Soms moet je hem open doen omdat je moet wegrennen. Maar ik zou hem vooral dicht houden, want dat geeft toch wel misschien het veiligst gevoel. En daar kom je vast wel achter. Tenminste, mij geeft het wel een fijn gevoel om die deur gewoon dicht te houden. Zeker omdat de titel is van een soort creepy stories. Dus ja. Oké, ik weet wat het is. Jumpscare. Opletten. Cybercoon. Oké. Zo. Ik zou dit ook even lezen. Zo. Always check the camera's. En keep the doors closed. Dus je moet altijd de deuren dicht houden. Net als wat ik al doe. Hier, deze maar even dicht. Behalve die wc-deur, die kan gewoon open. En dit zijn de camera's. Zo, dit is zonder night vision. Er zijn 9 camera's. En de eerste, die gaan over de store. Daarna gaan ze hier naar de achterkant, naar de warehouse. Dit is buiten. Maar je hebt, kijk, er komt een auto aan. Dit is met night vision on, night vision off. Kijk, er is 1 persoon, die komt straks binnen. Zie, die gaat naar binnen. Maar als we open doen, er staan hier mensen. En het is heel creepy, want die zie je alleen met night vision. Zodat je die daar ook gewoon kan zien zonder. Hier ook opeens. Gewoon, ook naast je trouwens. Hier. En het gek is, als je weggaat, kun je hier gewoon lopen. Je loopt nergens tegenaan. Je loopt niet tegen iemand aan. Het is gewoon, je kan daar gewoon lopen. Oh, nu zijn ze weg. Nu zijn ze weg. Oké, dat was gewoon een mens. Dat is... dus, als jullie naar de kamers kijken, ik zou gewoon altijd night vision on doen. Oké, hij is nog aan het kijken. Misschien... oké. Hij wil alleen dat. $17.30. Nou.
Ik doe deze wel. Die had ik de vorige keer gedaan. Ik doe deze wel. I won't forget it. Oké. Eens kijken wat er nu gebeurt. Maar het maakt denk ik niet zo veel uit wat je daar kiest. Het draait toch altijd op iets uit, denk ik. Er waren meerdere endings trouwens. Maar dit is een beetje hoe het gaat. De walkthrough is, je moet een keer iemand antwoord geven. En er komen dingen. En je moet naar de camera's kijken. En nou ja, nog meer. Desk, layout, products, daar. Oké. Straks komt weer jumpscare, niet schrikken, oké? Ik warn jullie even. Komt-ie en het... Ga hier staan. Huh? Er was hier net wat. De vorige keer was daar wat. Shit. Misschien straks, als ik wat dichterbij sta. Of misschien komt het omdat ik zei tegen die meneer, zo van, nee, dat kan niet. Oké, ik hou eens dichterbij staan. Ik moest dus dichterbij staan. Gezellig, hé. En het is niet overdag, nee, het is lekker in de nacht of zo, night shift, lekker. Oké. Nog maar een keer die camera's checken dan. Oké. Nope, helemaal niks. Oh, dat geluid is heel irritant. Die wil ik uit. Turn off. Zo. Oké. Er komt niet nog één. Tenminste, dat was de vorige keer zo. Waarom kan hij maar één per keer? Dat duurt zo lang. Okay. Hoe vaak moet ik heen en weer lopen? Oké, misschien doe ik hem muziek zo wel aan. Of toch niet? Nee, dat werkt op mijn nerves. Dat doe ik niet aan. Gaan we straks weer de camera's checken hoor. Oké, de ene laatste. Oh wacht, never mind. Dan gaan we de camera's toe checken. Nee, geef eens deze neer, dan gaan we de camera's checken. Uh-oh. Heb ik honger. Camera's. Nee, waarom staan ze opeens naar beneden? Nee! Ik zie zo helemaal niks. Nee. Oh nee. Eén laatste pakje. Buiten gebeurt ook nog niks. Oh nee. Never mind, wat doet hij hier? Spring is lente. Dat vind ik niet als... Hij zegt maf. Oké. Okay. Ook nog allemaal bos hier. Nou, lekker. Oké, de laatste. Let's go. Oké.
Hebben we dat ook gedaan? Gaan we weer de camera checken? Kijken of ze nu wel gewoon omhoog staan. Want zo lijkt het wel. Ja, let's go. Ze staan weer goed. Er gebeurt niks. Oké. Okay. Oh, wacht, er komt iemand. Hallo. Dit is gewoon een mens. Als je ze zonder night vision en met night vision kan zien, dan zeg ik mensen. Maar als je ze alleen met night vision kan zien, dan zeg ik het zijn geesten. Maar deze kun je gewoon zien met, zonder night vision. Dus, safe. Nou, deze doe ik dicht hoor. Deze gaat dicht. Zien. Ik weet niet wat ze hebben, zie je eigenlijk. Ik heb jou niet aangeraakt. Wacht, ik kan het nog een keer doen. Wat? Ik kon er gewoon door. Zien. Er staat helemaal nergens een prijs. Oké. Okay. Oh, hier. Dat is duur, hé. Oh, daar schrok ik wel even van. Oké. Okay. Kun je het vinden? Oh, monster. Let's go. Dit is wel lekker. Ik heb het eigenlijk nog nooit gehad, maar oké. Okay. Het is allemaal hetzelfde Japanse ding. Ook op de deur trouwens, hier. Open houden. Trust me. Die moet je open houden. Voor later. Waar is ze? Oh, hier. Donuts. Waarom is dit niet verpakt? Oké. Okay. Oké. Okay. Daar gaan we. Why is everything so expensive? Nou, weet ik niet. Zo bereiden je waarden. Oké. Het is duur. En zij vraagt waarom het zo duur is. En ik zeg nee. Ik kan de... Ik bepaal de prijzen niet. En nu ben ik in één keer een of andere schoft. Daar kan ik niks aan doen. Oké. Okay. Dat zijn mijn task. Ik heb geen task. Oké. Gaan we deze weer checken. Night vision. Oké. Nee. Oh, gelukkig. Oké. Geen geest. Wacht, maar dat is ook eng. Want ik had die deur dicht. En ik keek net nog. En hij was dicht. Er was niemand. Echt, nog een half minuut geleden... Heb ik gekeken. En de deur was dicht. Er was niemand. Oh nee. Oké. Okay. Ik weet dat we hierheen moeten lopen. En toen was er footsie. En toen stond dat ding in brand. En er is een nieuwe task. Ik moet dat ding plussen. Ze is hier ook niet nu, hè? Ze is hier niet. Deze stonden niet zo. Deze stonden niet zo. Ik zweer het. Dat had ik de vorige keer ook niet gezien. Want ik was ook niet zo ver gelopen. Maar... Oké. We gaan het ding blussen. Oh nee. Dit is echt heel stom. Oké. Ik ga de dingen weer checken hoor. Nee, ze staan weer naar beneden. Nee! Staat ze er weer? Oké. Okay. Oké, okay, ik weet wat we nu moeten doen, want ik heb dit eerder gespeeld. Oké, okay. We moeten hier doorheen. Oké, okay, niet kijken, jumpscare.
En toen waren de lichten uit. Die aan. Dat was wat. Er is niks bij me. Godver... Nee. Er werd gegild. Nee. Wat was dat? Wat deed dit? Nee. Oké, ik ga niet kijken. Hij moet zelf maar naartoe, hoor. Ik ga niet kijken. Ik heb mijn eigen problemen nu. Staat ze er weer? Kijk, geen night vision. Footsie. Ik kan hem zelf nog wel zien, maar... Dus zijn ze weer weg. Deze geluid. Ah, nee. Oké, eerder had ik voor... Oké. Dit klopt niet. Ik hoor het weer. Komt zo weer jumpscare. Kom weer dus. Waarom zijn de lichten niet aan? Oh. Oké, ik doe dit ding dicht. Komt weer een auto. Oké. Ze staan er weer. Overal. Die niet, zie maar. Ziet een beetje dronken uit. Oké, dat was het. Dat is de wc. Oh, laat maar, daar stond nog iets naast. Nu zijn ze hier weer weg. Je moet mij nog betalen, volgens mij. Nog meer? Oké. Huh? Oh. Oké. Hij doet weer raar. Dat was vorige keer ook zo. Ze zijn er niet. Waar doet hij daar? Wacht even, ik ga erheen. What the fuck moet jij hier? Oh, sorry. Hij skipt mij gewoon. Oh, we hebben nog een badge, let's go! Oké. Er is niks daar. Je blijft bij mij. Ik doe de deur alleen even dicht. Nee. Is hij weg? Oh, ik kan niet verder. Dit is de border als het ware. Dit is ook handig om te weten als je daar naar achter gaat. Ga je hierheen. Ben je hier op een parkeergarage. Handig om te weten. Oké, dan gaan we nu een andere bed pakken, sinds we toch al net een bed hadden. Even zien. Dan gaan we hier naar achter. Dan is daar een ladder. Wat loopt ze slow mee? Mijn poppetje loopt heel slow. Oké, kijk, dan is het hier een beetje donker, maar dat geeft niet. Moeten we hier naar dit lijkt toe? Maar ik heb die bed zo, dus die zie je nu niet. Wat is it? Nee. Oké. Ik weet dat it is, maar... Dat is voor jullie nog een verrassing.
Dat zien jullie straks wel. Hallo. Oké, hij wil dat. Voor alleen dat ding al bijna 5. Oké. En nu? Nu moeten we wachten. Nee, ik ga de camera's gewoon weer checken hoor. Oké, dit is niks. Oké, gaan we hier nog gewoon even kijken. Oké, de deur is nog open. Ik kan niet weg. Oké, ik kan niet die kant. Oh, wacht, ik kan niet over de stoep. Oké, ik kan dus niet over de stoep. Alleen hier, maar niet hier. Oké. Oké, gaan we nog een keer kijken. Oké. Dat ding gaat jou niet gezien. Hij heeft gedronken en is gaan rijden en heeft een ongeluk gehad. En volgens de radio heeft hij het niet overleefd. Oh nee. Ik weet wat er nu komt. Ik weet wat nu komt. Ik weet hoe die komt. Dit is een heel... Nee! Dat ding. Dat ding moest je... Kijk, hierom moest je naar het toilet. Dicht. En dan komt hij. Dat was heel makkelijk gedaan. Ook omdat je die deur alleen maar al open had. Oké. Ding is weer aan. Oh, bloed. Oké, dit zijn die Nabu's amulets blijkbaar. Japanse. Oké. Clean up the store. Voor degene die denkt zo van, oh, maar dit ziet er helemaal niet eng uit. Als je het zelf speelt, is dit best wel eng eigenlijk. Maar het is ook een stuk minder eng als je al weet dat het komt. Dus dat is wel heel mooi. Maar dat ding leek een soort computerglitch of zoiets te zijn. Hoe kan het dan bloeden? Hoe dan? Oké, daar ben ik klaar mee. Nee, ik heb die deur nooit open gedaan. Hier is niks. Doe de deur weer dicht, gaan we naar binnen. Oh, let's go! Oké, dus dat wezen van net. Dat is het einde. Hebben we weer een badge. Het is eigenlijk heel makkelijk om badges te halen. Ook gewoon om een spel te spelen krijg je een badge.
Er zijn verschillende endings. Dit is ending 1. Net hadden we ook ending 2. En misschien als je doodgaat is een ending 3. Ja, misschien wel. Of als je doodgaat, dan spawn je gewoon weer ergens. En dan ga je spelen tot ending 1 of 2. Hey, dat was het spel. Ik hoop dat het een leuke video was. Als het een leuke video was, vergeet niet te abonneren en te liken. En dan zie ik jullie de volgende keer. Doei!